de stichting, de aanleiding om de stichting op te richten was het verzoek van Roberto, die jullie net gezien hebben, onze dansleraar, om een feest te organiseren. 10 jaar tango in Culemborg. Dus wat we gaan doen is vanuit die stichting met vrijwilligers, en we hebben er nu 15, tango verspreiden onder de inwoners van Rivierenland. Die zegt tegen mij, oh, Connie, is wat voor jou? En die wist dat ik graag danste. Toen zei ik, ja, maar kan ik dat nou wel gaan doen? Nou, schijf, kom maar maandagavond eens kijken, dan kun je zien hoe het is. Nou, ik ging maandagavond en ik ging met Ellen dansen. En toen zei Ellen, oh, jij kan dansen. Ik vind het ook heerlijk te dansen. Ik geniet er zo van.